Goedenavond. Nice to see you again. Nice to see you. Wederzijds, bedankt. Thank you. Ja, leuk dat wij hebben die mogelijkheid. Het is echt geweldig. Soms is het wat moeilijker voor me, maar dan haal ik toch de goede dingen eruit. En dan is het ook goed. Ja. Als het en snel Engels is en Hebreeuws, dan wordt het een beetje moeilijk. Maar dan haal ik toch de goede dingen eruit. Ja, ik denk dat het ook geldt. Vooral als er veel termen worden gebruikt. Veel namen van rabbijnen. Of veel Hebreeuwse betekenissen van bepaalde dingen. Dan laat ik het even tinken. Ja, voor hun is het zo klip en klaar. En bij mij komt dan alles een beetje veel bij elkaar. Maar dat geeft niet. Het is, dan haal ik toch de belangrijkste puntjes eruit. En dan kan dan weer verder. Maar als het in het Nederlands is, is het allemaal heel goed. En het Engels is ook niet erg. Maar het Israëlisch Engels is heel snel. Hè? Hij denkt ook heel snel. Hij is ontzettend geweldig goed. Maar het was heel snel. Dat was dus over de rabbijnen en de halacha, de vrouwelijke rabbijnen en de halacha, ging het toen over. Dat vond ik best ingewikkeld. Bedoelt vanochtend van over de minyan? Ja, gisteren. Gisteren over gerim en vrouwen. Halacha. Ja, sowieso al een moeilijk onderwerp. Absoluut. Ik kan nog niet onderscheiden of het Israëlisch Engels is of niet, maar... Het is niet zozeer onderscheiden als wel, het is gewoon normaal Engels, maar ze denken zo snel en praten dan ook zo snel. Nou, ik heb soms... Ik merk dat, net als vanochtend bijvoorbeeld, als degene die les geeft, heel veel de sources gaat noemen van waar het, wat hij over hebt. En hij zegt, Leviticus aan die en die paraaf en dergelijke die daar en daar. Dat kan ik echt totaal. Ja, dan gaat het voor mij helemaal duizelen. Maar dan wacht ik wel op het volgende moment dat ik het weer een beetje kan oppakken. Wat mij betreft, ik luister gewoon naar de bericht. En ik ga vanuit dat het gewoon, ik begrijp dat er zijn mensen die willen dat echt gewoon daarin, zoals vanochtend bijvoorbeeld, en dan nalezen. Bepaalde punten wil ik dat ook terugvinden in Tanakh. Maar als het heel vaak over elke zin wordt de source van overgenoemd, dan concentreer ik voornamelijk op de bericht. Want ik ga dan niet vanuit dat ik ga dat dan nog verder zoeken. Ja, soms heb ik zo'n rode draad en puntjes en dan knoop ik dat aan elkaar vast. Dan denk ik, oké. Inga, hoor je mij? Ja. Oké. Hey, vanochtend was de vraag, is dat van Leeuwen, die zei vanochtend over in quarantaine gaan. Weet je nog dat we dat wisten niet waar dat stond? Ik heb het nu nagelezen, maar wat van Leeuwen zei vanochtend, dat klopt dus niet. Want ik heb erna gekeken en Rashi die zegt dus dat het geen 14 dagen geweest is, maar 7 dagen. Hij zou zich moeten schamen voor 14 dagen, maar ze is buiten het kamp gesteld 7 dagen. Dus het gaat niet helemaal op wat hij gezegd heeft. En het ging dus over een vorm van tyfus wat zij had, waardoor zij dus buiten het kampement, en niet in quarantaine, maar buiten het kampement moest wonen. Ja. Dus dat heel wat anders dan wat verleugd heeft mochten. Dus dat klopte niet. Ja, was het niet 2 keer 7 dagen? Nee, ik dacht dat het 2 keer 7 dagen was. Nee, het was 7 dagen of 14 dagen van schaamte en 1 week van buiten het kampement. En dat heeft hij door elkaar gehaald. Ja, dankjewel. Ik denk dat ik me verhis. Maar daar was iets ook met een haar. Als je witte haar komt daaruit, dan krijg je nog 7 dagen. Ja. Ze was heel bleek geworden op een of andere manier. En waardoor ben ik even kwijt. Maar ik heb het even nagelezen. En ik had van Rashi had ik de commentaren gelezen. En die zegt, nee, het zijn 7 dagen. Dus dat hij buiten het kampement moest wonen.
En 14 dagen zou de vader moeten schamen voor haar. Aha. Dus dat hadden we een beetje door mijn waarheid. Parsha Metzora, daar wordt gezegd, als ik me niet vergis, ook zeg maar na 7 dagen van quarantaine en dan worden haren gecheckt. En dan, als een witte haar eruit komt, dan nog 7 dagen. Of oh, dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen, ja. Maar het is dus niet 14 dagen. Ook gehoord. Ja, ik heb ook horen zeggen 2 keer 7 dagen, maar goed. Ja, is heel interessant leuk om samen te zoeken. Mooie discussie, ik geloof ze hebben jullie nodig. Kan lekker... stil. Ze durven niet meer. Okay. Nou, wel. Ik wou nog even toevoegen dat tegenwoordig er zijn zoveel verschillende interpretaties en zoveel verschillende manieren waarop men probeert uit te leggen wat nu gaande is en wat ons te wachten staat. Dat een begin maken. Ja. Met het commentaar. Een begin maken met een commentaar van Ramban op deze. Dit is dus een serie waar we focussen op de relatie van. Oh, wacht even. Geleerde die het einde van zijn land gewoond heeft en heeft een zeer fascinerende commentaar. Excuse voor de verkeerde spelling van het woord commentaar. Deze parasha parashas die aanstaande Shabbat gelezen horen te worden. Nederlandse schools en in veel andere schools in de wereld zal het niet gelezen worden, maar we leren het wel. En het idee is niet alleen om de tekst te leren, maar ook de les daaruit te leren en mee te nemen. In Parshat Acharei, de eerste parasha, Parashat Acharei Mot, begint met een verwijzing naar het zonen van Aaron, die gestorven zijn op de dag van de inwijding van de tabernakel. En daarna lezen we Parashat Kedoshim. Parashat Kedoshim is vrij uniek. Het is een parasha waar eigenlijk geen verhaal in verteld wordt. Het is een aaneensluiting van allerlei wetten. Het is een grote variatie aan wetten. Er zijn ook... als je het leest, dan valt het op hoe... Ja, om het een beetje plat uit te drukken. Het gaat van de hak op de tak. Van mitzvot ben Adam le chavero. Mitzvot tussen mens en medemens. En mitzvot tussen mens en zijn maker. Ben Adam le makom. Die gaan allemaal zo door elkaar. En het is een grote... Maar ik wil onze les vanavond zullen we focussen op één specifieke mitzvah. En dat is een mitzvah dat in de eerste parasha, in Parashat Acharei, genoemd wordt. En het is misschien een mitzvah die wat minder bekend is, omdat de meeste van ons maken het niet zo vaak. We hebben hier de tekst van de Torah voor ons. De Torah noemt het verbod om bloed te nuttigen.
in de parasha. En vervolgens zegt de Torah als volgt: Wie ish ish mi bnei Israël. Iedereen onder de kinderen en van de vreemden die zich ophoudt in hun midden, het chaya of asher yachel, die vangt een vogelte dat gegeten mag worden. We shafach et damo we chisahu be'afar. Die zal het bloed ervan uitgieten en het met stof bedekken. Dat is deze mitzwa heet. Dit is de mitzwa dat nadat er een de geslacht is. Uiteraard is er ook een mitzwa van schita. Op welke manier het slachten moet gebeuren. Maar dit staat er los van. Dan is er een mitzwa dat het slachten moet. Na het slachten moet het bloed dat van die dier gekomen is, moet bedekt worden. Een soort begraven. Er is trouwens een midrash. Ik begin met een midrash die zegt. De Torah zegt dat deze mitzwa is een toepassing bij wil. En zoals we zullen zien, dat is eigenlijk de main focus van deze les, is waarom bij deze soorten wel en waarom met name bij rund. Die veel meer gegeten wordt eigenlijk, zou je denken, dat daar de mitzwa niet van toepassing is. Maar er is een midrash die zegt, met name voor gevogelde, dat deze mitzwa, er is een achtergrond van waarom deze mitzwa bij gevogelde van toepassing is. En dat gaat als volgt, omdat de eerste twee broers die het niet zo goed met elkaar konden vinden en we weten hoe het afliep, waren dus die broers Kain en Hevel. Dus toen Kain Hevel zag het leven daar liggen, had hij geen idee, wat moet ik doen? Op de moordschool. En ze hebben hem niet getraind hoe je van een af moet. Dus hij wist niet wat hij daarmee moest. En dan zegt, de midrash zegt, toen zag hij een vogel. Net op dat moment was er ook een vogel overleden. Een duif of een andere vogel overleden was. En ja. Dat ene vogel. Dus van de vogels heeft Kain geleerd dat begrip van begraven. Van stof ben je gekocht, stof ben je. Inspiratie tussen aanhalingstekens voor Kain om zijn broer een begrafenis te geven. En dus vandaar een vogel altijd. We hebben dus de mensheid heeft een schuld aan de vogel om hem een begrafenis te verzorgen. En van een begrafenis. Maar dat, zoals ik zei, dat is een midrash. We zullen het hier een beetje meer halachisch houden. Dus wat zijn de halachische specificaties van de mitzwa van Kisui Hadam? Dat
En die hier nadat het gegoten is, die eruit komt gieten, moet bedekt worden met stof. Dus punt 1, zoals bleek direct uit de tekst, maar onderbouwd in de Talmud, alleen wild en gevogelte, niet voor rund en vee. Wie heeft de plicht om de mitzwa te doen? Dus in eerste instantie zou dat bij de shochet moeten zijn. Want Torah, de tekst van de Torah geeft dus ook aan dat het was nadat hij het geslacht heeft, zal hij het bedekken. Dus er is een beshachisad, er is een link, er wordt een link gelegd van de persoon die het bedekken moet, het moeten doen, maar de plicht ligt iedereen die aanwezig is, iedereen die zoiets waarneemt, kan de mitzwa doen. En soms wordt er ook moeite voor gedaan om de gelegenheid te hebben om deze mitzvah te doen. En een derde punt is, de plicht geldt uitsluitend bij kosher geslacht vlees. Dus het is alleen kosher diersoorten. Het moet ook op een kosher wijze moet de slachting hebben plaatsgevonden. Dier blijkt te zijn. Wordt onderzocht of het, dat het geen drijven is, dat het geen dat het een overlevingsvermogen had voor minstens 12 maanden. Het moet voldoen aan allerlei gezondheidseisen. Dus blijkt dat het dier een treva is. Daar is de mitzwa van Kisui Adam niet van toepassing. Dus het gaat alleen voor dieren die gegeten zullen mogen worden. Dat zijn enkele of wat de specificaties. Volgende. Sorry, we missen hier een pagina. Laten we gaan nu naar de tekst van Ramban. Dit is de tekst dat Ramban zelf schrijft als een, als u het wilt opzoeken, het hoofdstuk 17, vers 11, in Chumash Vayikra uiteraard. Ramban geeft een uitleg hoe het alleen bij wild en gevogelte van toepassing is en niet bij rund. Hij zegt als volgt: "Velachein tziva od lechasot kol dam bechaya ubaof." Doet van het karev damam Allah is niet op het altaar geofferd worden. Wij lezen dus het boek Vayikra. Het boek Vayikra gaat hoofdzakelijk over de offerdienst. Het heet Leviticus. Het woord is Leviticus genoemd. En dat is de main focus. Daar gaat het we hebben gelezen, er zijn offers die van rund gebracht worden. Er zijn offers, plank offers. Je hebt allerlei soorten offers. Er zijn geen offers van wild. Het is een koe of een stier of een lammetje of een geit. Geen soorten, zijn kosher het soorten.
die men mag eten, maar die maken geen deel uit van de offerdienst. Wat vogels betreft, zegt hij, ja, er is wel, er zijn wel vogelsoorten die als offer gebracht kunnen worden, dienen te worden, duifjes met name, duiven of tortelduiven, zoals het genoemd wordt. Maar, ik lees er de tekst van af, mehen rak shnei minim elvad. De vogelsoorten maken deel uit van de offerdienst. Maar de overgrote meerderheid van vogels, van gevogelden, kunnen nooit in aanmerking komen voor een offer. Aber bamheimot, rov hametsuyim nishchatim l'shem hanichbad, v'damam l'chaper v'ein ro'i l'chasoto. Van de rund ten vee ter ere van de eervolle naam. Het past niet om dat te bedekken. Het is even heel simpel willen verklaren of willen interpreteren. Dus wat Ramban zegt, we hebben het over de Torah spreekt dat het Joodse volk in de woestijn. Daar waren ze allemaal in een grote kampement om de Mishkan heen, om de tempel heen. Als er aanleiding was, deed de hele discussie elders in de Gemara of ze überhaupt mochten vlees eten buiten de offer, de offerdienst. Met andere woorden, zijn bij deze offers was een deel van de korban werd op de altaar verbonden. Deel werd door de eigenaar, de persoon die de offer brengt, gegeten. En zijn dat ze in de woestijn waren, was het enige vlees dat ze mochten eten, was vlees, een deel was van de offer. Zomaar vlees voor, omdat je zin hebt in een barbecue, dat zat er niet in gedurende de 40 jaar in de woestijn. En dus de rund dat ze daar gegeten hebben, dat was allemaal deel van de offerdienst. Andere, bij de vogels, dat daar werd alles offer gebracht. Dus, maar toch zegt de Ramban in Israël, en dan eet je vlees ook buiten de offerdienst, zegt hij, van rund en vee, sorry, lin bebehemot, ki een bamidbar, begam achareichen, al rov yitzave. Runde die zijn een minderheid. Geen andere rund gegeten. En ook daarna is het een minderheid. Dus gaat het eruit dat rund, dat is van de tempel. Dat is, welke rund hebben ze gegeten? Rund dat een deel uit, maar de wilde en de gevoel. Dat was net van de tempeldienst en vandaar dat daar en daar is dus deze mitzwa van het kisui hadam, van het bedekken van het bloed. Dus hij legt een link. Er is een, als je mitzwa in eerste instantie leest, lijkt het dat het, en zal er ook in zitten, het is sympathiek naar de dier. En dit is een respect dat je begraaft. Maar wat Ramban, volgens de uitleg van Ramban, is er een link, is het niet alleen uit respect voor de dier, maar er zit ook een link tussen de functie van bloed
in de offerdienst, dat heeft een dat heeft van het bekken van het bloed van een dier dat geslacht is. En dat kunnen we ook terugvinden in de tekst van de Torah. Dus dit is eerder in dezelfde hoofdstuk, in hoofdstuk 11. Een beetje eerder aan het nuttigen van bloed voorschrijft. En daar zegt de Torah, ki nefesh habasar bedamhi, v'ani nesati v'lachem al hamizbeach l'chaper al nafshotechem, ki adam hu benefesh yichaper. Want de ziel van het vlees is het bloed, daarom heb ik het aan jullie gegeven op het altaar om verzoening voor uw zielen. Bnei Israël, kol nefesh mekem lam. Daarom zeg ik dat de kinderen Israëls, geen persoon onder u zal bloed eten. Dus dit, en ik heb dus benadrukt de woorden al kein, daarom. Ja, dus de Torah zegt dat de mitzvot die met bloed te maken hebben, zijn wel verwant aan de functie van het bloed in de kapara, in de verzoening. Welke bloed, waar heb je bloed dat de bloed verdient? Dus er is een link tussen de bloed in ons dagelijkse eetgewoontes met de bloed met de mitzvot voor betrekking de verdiening. Nou, wat is de achtergrond hiervan? Zoals eerder gezegd, Ramban ziet vaak ook de mystieke betekenis die er schuilt achter en zoals we in de tekst hier, zoals we in de tekst eerder hebben gezien, dat de Torah zegt dat de ziel van het vlees is in het bloed. Wat betekent dat? Bloed is een symbool van levendigheid. Als je zegt dat iemand, dat betekent dat hij is. Ja. Als we zeggen dat iemand zijn bloed kookt, dan is die enthousiast en hij is met zijn zin. En wat de Torah zegt, dat de Torah is is afschal lechol lechem, lechol basar, v'achalta k'cholavat nafshecha. Als je zin hebben, als je de Torah je eten met al je hartlust, als het ware. V'cholavat nafshecha tochal lechem. Met al je hartlust mag je vlees eten. Maar de bloed, dat wil zeggen dat je het eet omdat je het nodig hebt. Omdat het goed voor je is. Maar niet dat het daarom gaat. Ja, men vertelt een verhaal. Er was een keer een rabbijn die wilde illustreren. Wat is het verschil tussen iemand die leeft. Die heeft een doel in zijn leven. Of iemand die leeft om te overleven. Dus hij begint een gesprek met een van zijn medewerkers. Hij zegt, zeg, heb je vanochtend goed gegeten? Ja, ik heb vanochtend gegeten. En hoe heb je zin in? Ja, ik heb er zin in.
Wat hoop je uit het werk te halen? Uit het werk halen dat ik mijn salaris krijg aan het einde van de dag. En wat, waarom heb je dan die geld nodig? Ik heb die geld nodig om eten te kunnen kopen. En waar heb je de, en wat ga je daarmee doen? Ja, dan ben ik gezond om te kunnen werken. En ik werk om geld te verdienen. En mijn geld gebruik ik om mezelf te kunnen. Dus de cirkel is compleet. Je komt niet verder dan die cirkel. Terwijl dat als je iemand anders aanspreekt en je vraagt aan die persoon, je bent gezond, je hebt zin in je werk, om te kunnen, om inderdaad jezelf en je familie te kunnen onderhouden, om samen mooie dingen te doen, om iets te betekenen voor de wereld om je heen, om iets voor jezelf te ontwikkelen, om jezelf te ontwikkelen en jezelf naar een hogere bewustzijn te brengen, dan heb je dus, dan blijf je niet in diezelfde cirkel draaien, dan kom je op een hogere plein terecht. Wat de Torah zegt, bij het eten van vlees is het dat prima, het nuttigen van de bloed, dat het vlees voor zichzelf is, dat wil de Torah niet hebben. Het bloed, wat is het doel van het bloed? Het bloed moet op de altaar gesprenkeld worden. Wat betekent dat? De ultieme doel. En het beste wat je met veiligheid. Want ik neem even een stapje terug. Wat is nou, is bloed nu iets goeds of niet? Is het aan zich, is het iets positief of is het iets negatiefs? Als je kijkt, dat de Torah verbiedt het nuttigen van bloed. De Torah, dat lijkt het, zijn er ook uitdrukkingen in de Torah, dat het lijkt dat de Torah verafschuwt bloed. Aan de ene kant. Aan de andere kant zie je een belangrijke plaats inneemt als het gaat om de dienst. Sorry. Als ik zie dat iemand. Oké, ja. Het aan mijn vraag. Het hangt van je intentie af. Is bloed goed of niet goed? Het hangt van je intentie af. Goed. Ik vind het trouwens ook niet erg als je als iemand zich unmute in de reden valt. Maar dus even de vraag wat scherper te stellen. Aan de ene kant lijkt het dat de Torah verafschuwt bloed. Aan de andere kant krijgt het bloed zo'n prominente plaats en zo'n belangrijke plaats in de offerdienst, wat is het belangrijker is. Maar als ik zei, de bloed, dat staat symbool voor je enthousiasme. En wat de Torah wil, tuurlijk moet je enthousiasme hebben. Maar het enthousiasme moet je hebben voor de goede dingen. Als je enthousiasme hebt voor wat niet goed is, dan mag je dat enthousiasme niet hebben. Is enthousiasme goed? Tuurlijk is enthousiasme goed. Het is goed voor als je enthousiast bent over goede dingen. Als je enthousiast bent over dingen waar je niet enthousiast over moet zijn, dan is de enthousiasme zelf
ook iets negatiefs. En dan hebben we geeft ons dus Ramban drie categorieën. Je hebt, eerst heb je de categorie van heilig, dat komt straks. Maar ook in het niet-heilige, dus je moet je enthousiasme moet je behouden voor het heilige. In het heilige, daar moet je enthousiast en moet je misschien wel radicaal in zijn. Maar voor het en ik benadruk dus onheilig, betekent niet het slechte. Ja, er is een tussen het ja, wat je noemt het kwade, ra, het slechte, of wat niet heilig is, gol. Gol, ja, we hebben Shabbat en we hebben gol. Shabbat is niet heilig. Maar het is daar waar we de moeite moeten doen om daar heiligheid in te brengen. Op de Shabbat makkelijk, meer aanwezig. En de andere dagen is de heiligheid wat verder weg. Maar de andere dagen zijn ook niet anti-heilig. Dus je hebt bloed die bij het heiligheid hoort en je hebt bloed die goed. Die heb je ook twee categorieën. En dat ziet u op de scherm nu, de twee categorieën in Gulim, zoals de Ramban het uitlegt. Je hebt wild en gevogelde. Die hebben geen weg naar heiliging. Omdat er zijn geen korbanot, er zijn geen offers van hertensoorten. En van gevogelde. Dus het strijd van de gevolgde soorten kunnen niet als offer gebracht worden. Ook de zogra kippensoep van maken, die kan niet als een offer in dat moment. Dus er is geen weg naar de enthousiasme. Dat is een enthousiasme die eigenlijk bedekt moet worden. Wat betekent dat? Het moet bedwongen worden. Don't get carried away. Laat jezelf niet wegslepen laat je niet aangetrokken worden en weggesleept worden met de verleidingen van het materieel, maar bedwing het, ja? Hou het onder controle. Vandaar het bedekken. De andere categorie van Gulin, dat is de categorie van Gulin waar de weg naar het heilige is veel toegankelijker. Ja, omdat hier de weg naar het heilige is open en toegankelijk is, zo denkt men met vreugde en blijdschap te werk. Daar is het niet gepast. Zoals een man zegt, het is niet gepast om die bloed te verdekken. Integendeel, je moet het omarmen als je een situatie ziet waar je kan, ook datgene wat niet heilig is, maar je hebt de mogelijkheid om dat naar het heilige te brengen, dan moet je dat omarmen en moet je daar met enthousiasme en blijdschap te werk gaan. Dan is er natuurlijk de derde categorie, dat is dus de Dam Mukdashin, de bloed die echt onderdeel uitmaakt van je Avodat Hashem, van je dienst van Hashem. Dat is... daar is de Kiddusha, daar is de enthousiasme natuurlijk het centrale punt.
Dat zijn dus de punten die van de commentaar van Rambam kunnen nemen. Nou, als we dat vergelijken met wat Rambam schrijft. Rambam was eerder dan Ramban. De namen lijken op elkaar, maar die leefden niet precies op dezelfde tijd. Ze schreven vaak over dezelfde onderwerpen. Niet altijd waren ze het eens. Rambam schrijft, Torah, een wetboek. Zij schrijft wetten. En hij beschrijft de wetten van Kisui Adam, van deze mitzvah. En Rambam zegt, Kishu mechase, lo yichase beraglo, ela biyado, o besakin, o bekli, kedei shelo yinhag bo minhag bizayon, viyu mitzvot bezuyot alav. Oh boy. Nou, het spijt me. Er is iets hier misgegaan met het bestand. Ik heb niet de hele tekst hier dat ik om het te kunnen laten zien. Hij zegt dat dat is jammer. Als u mij heel even 2 minuten geeft, dan probeer ik. Of nee, oké, we gaan door. Hij zegt dus, wanneer iemand deze mitzvah doet, dan moet je het doen op een manier dat je moet het op een eervolle manier doen. Ja, het is niet, ja, je hebt een dier geslacht, dat bloed, dat komt op de grond terecht. Nou, dus met je voet kan je even. Nee, dat is niet de manier om het te doen. Looi chaseh beraglo, je moet het niet met je voet doen. Je maar, of je doet het met een antwoord, mes. Je moet het doen op een eervolle manier. Omdat het is een kedeshe lo yinhog bahen minhag bizayon. Dat het is een belediging naar de mitzvah toe. En dan zegt hij met een hele mooie. Waarom je moet opletten om de mitzvot eervol te verrichten. Hij zegt, het is niet de mitzvah zelf die je eert, maar je eert degene die de opdracht voor de mitzvah had gegeven. En wij moeten blij zijn. Had gegeven. Een lamp die dat hij ons, sorry, wij moeten blij zijn dat hij ons de mitzvah duister moeten tasten. We hebben een lamp om kromme wegen om te brengen en kromme wegen. En en een licht om de rechte weg te uw woorden een lamp voor mijn voeten en een lamp voor mijn weg. Dus deze tekst is interessant. Voor een paar dingen die interessant zijn over deze tekst. Punt 1. Dat Rambam relatief uitgebreid de halacha is dat je moet het op die manier doen. Klaar. De uitleg
En de ethische beschrijving van wat de gedachte achter de halacha is, dat hoort niet zo direct bij het boek van Rambam. Maar nog interessanter is dat je deze mitzvah kiest, dat uitgerekend bij deze mitzvah ga je een algemeen bepaling dat je mitzvot met eer moet verrichten. En dat gaat de mitzvah zelf, maar het gaat om degene die ons de mitzvot opgedragen heeft. En dat die inzicht, bijna poëtische inzicht in wat de waarde van de mitzvah is. Waarom kiest men uitgerekend deze mitzvah om hier dit voorbeeld te brengen? En dat Rambam is niet de eerste, het komt uit de Gemara. In de Gemara, Mesechet Shabbat, heb je een woord dus inderdaad deze halacha gebracht. Dat, of eigenlijk anders, het begint met de vraag of je op Chanukah de gaslampen hebt branden in huis. Mag je de licht gebruiken om geld te tellen? Nou, okay. Wij weten, wij kennen de tekst van Hanerot Halalu, en lanu lishut lishtamesh ben, je mag geen lichten alleen om het wonder bekend te maken. Maar in de Gemara wordt dus de vraag gesteld, zou je een andere werkzaamheden kunnen verrichten bij de licht van de menorah, van de Chanukkahlamp? En de Gemara zegt, het is een bizayon. Het is een schande. Je beschaamt de mitzvah. Je moet de mitzvah met eer en respect benaderen en het niet beledigen door zoiets daarmee te doen. En daar brengt de Gemara een bewijs van deze mitzvah. Omdat bij bloed is het ook, moet je dat, het bedekken van het bloed moet op een respectvolle manier gebeuren. Vervolgens vraag, en bij Sukkot. Op Sukkot heb je vaak, de Sukkah wordt versierd met allerlei dingen. Kan je, dus je hebt het gebruiken voor iets. Ik maar probeer een bewijs te brengen van dat concludeert de waar leren we dat je met zwot is moet doen van het verhaal over het bloed. Het verhaal van het bloed, dat is de bron van de algemene bepaling dat behandelen. Waarom bloed? Waarom is bloed de uitgekozen manier om deze algemene regel aan ons volgens de verklaring van Ramban die we net geleerd hebben, kunnen we het begrijpen. Om waar we het over hebben, het gaat om het idee, het gaat om de enthousiasme. En in de mitzvot hebben we ook diezelfde drie categorieën waar we het eerder gehad hebben. Diezelfde drie categorieën kunnen we bij alle mitzvot kunnen we in dezelfde drie categorieën onderbrengen. Je hebt mitzvot die bedoeld zijn behoeden van de mitzvot lotase, de dingen die we niet mogen doen. Want als we het niet doen, als we het wel zullen doen, dan belanden we in plaatsen waar we niet willen zijn.
dan komen we terecht op de verkeerde plaats. En de mitzwa beschermt ons van het belanden daar waar we niet willen zijn. Dat is één categorie van mitzvot. Die er zijn om ons te behoeden van het fouten. Er zijn andere die in de gelegenheid stellen, alledaagse, een bijzondere wijding te geven. Zoals de mitzwa van of de mitzwa van tzitzit bijvoorbeeld. Dat is, je hebt een, je gaat eten en je eet voor je eigen reden. De mitzwa geeft je alleen een richting om je eigen om in je eigen eten te brengen. In je alledaagse eten. Om daar iets bijzonders te doen. Om dat op een speciale manier te doen. Met een speciale gedachte. Om een bracha ervoor te zeggen. Een bracha erna te zeggen. Maar het eten zelf is gewoon een lichamelijke behoefte. Er is een derde categorie van waar wat je doet is een heiliging. Je verricht een dienst voor Hashem, bijvoorbeeld als we op Pesachavond matzen eten, dan is het niet dat we voldoen aan een lichamelijke behoefte met en zelf is een mitzvah is en dat dus die drie categorieën vergelijken met de drie punten die we eerder genoemd hebben. Je hebt dus soms heb je een korban, een offer, waar je dus daadwerkelijk Hashem aan het dienen bent met die offer. Je hebt soms misschien voor een heilige doel, maar de weg naar het heiliging is open en toegankelijk. En daar kan je makkelijk overschakelen. En daar word je ook aangemoedigd toe om dat te doen. En dan is dit af. Daar is de weg. Je kan er beter vanaf blijven. En dat zijn dus. En dus in de tekst dat Rambam hier schrijft, hebben. Het is een lamp. Wat betekent een lamp? Je hebt een lamp. Omdat je niet in de duister tast. Dat is een lamp om je niet. Daar is geen tika, daar is geen schoonheid bij. Dat is gewoon functioneel, puur functioneel. Je moet voorkomen dat als het duister is, dan kan je je hoofd tegen de muur. En dus heb je een lamp nodig om dat te voorkomen. Daar is geen schoonheid bij. Daar is geen romantiek bij. De categorie van de mitzvot. Zoals we zeiden, de eerste categorie. Bijvoorbeeld alle dingen die we niet mogen doen. En daar zeggen we dat enthousiasme die daarbij hoort, hoef je niet zo te benadrukken. Die kan, in tegendeel. Enthousiasme daar moet je bedekken. Je hebt de andere twee categorieën. Zijn de mitzvah waar je dienen bent. Zoals het eten van matzen op Pesachavond.
of de vasten op Yom Kippur, op het omwikkelen van Tefillin, op welke mitzwa dan ook. Dat is een activiteit die je doet, uitsluitend met het doel om Hashem te dienen. Of, ook als het gaat om de mitzvot, die er niet zijn, die niet direct Hashem aan het dienen zijn. Maar de link, je doet het misschien voor je eigen genot. Maar de link van je eigen genot naar Hashem dienen is snel aanwezig. Daar zeggen we, dus bij beide gevallen willen we niet dat je de enthousiasme wegdrukt. Integendeel. Over bent. Je moet het doen met heel je hart. Tuurlijk, zeker bij de mitzvot, die een directe dienst van Hashem is, maar ook die mitzvot die er zijn, zoals je zegt, en daar gebruikt u dus twee uitdrukkingen. Je zegt, of om de rechte weg te verlichten, ja, maar je maakt het aangenaam, je maakt het plezierig met de mooie romantische lantaarnpaal langs de weg, of zelfs als het te brengen in een kromme weg. Dus dat is een weg die leidt ergens naartoe. Het is niet een doodlopend straat. Het is niet een dom waar nergens heen naartoe, maar het is een weg die met een omweg hier en daar. Als het naar een doel leidt, als het komt naar een doel, daar zegt de Torah, dat is ook de licht dat de mitzwa ons geeft. De Torah geeft ons de mogelijkheid om al die dingen, om alle bezigheden die we hebben, die richting te geven en die doelstelling te geven. En daarmee is onze dagelijkse bezigheid een bezigheid waar we met enthousiasme en blijdschap zich bezig houden aan de blijdschap. Daarom zegt het dus, het is niet gepast om het bloed daar te bedekken. Het is niet gepast om het te doen omdat ik enthousiasme. Nou, zoals ik zei, het is jammer dat ik niet de tekst zelf heb kunnen zien, maar ik hoop dat ook heb kunnen laten zien, maar ik hoop dat ook zonder de tekst te hebben laten zien, is het een beetje het idee overgebracht. Ik heb nog een paar minuten, kan ik inderdaad afsluiten met een chassidische verhaal die goed aansluit bij dit idee, maar ook zich bevinden. Het is een verhaal dat verteld wordt over de twee broers, Rabbi Elimelech en Rabbi Zusha, die waren twee grote chassidische in kleine steden en dorpjes. En het was niet zo ongewoon dat twee opvallend onbekende plaatsen. Je bent ergens, je hebt geen adres, je hebt geen verblijfsvergunning. Je hebt geen. Dus die twee broers bevinden zich in een gevangenis. Maar de gevangenis van toen, dat was anders
dan de gevangenis. Uiteraard was het anders dan de gevangenis van vandaag. Groot, wat is groot? Zelf waar normaal gesproken misschien. En dus 20 mensen. En de anderen waren niet Hasidische meesters zoals deze. Maar die waren het soort volk dat je normaal gesproken in een gevangenis zal vinden. Reb Zosha en Reb Elimelech, die zitten er maar. Die dienden Hashem met blijdschap de situatie zoals het was. Op een gegeven moment merkt een van de broers dat die ander verdrietig is. Dus hij kijkt hem aan, waarom ben je verdrietig? We moeten accepteren ons lot. En hij wijst naar de sanitaire voorzieningen. Ja, wat voor sanitaire voorzieningen waren er? Er was gewoon een emmer in een hoek van het cel. En hij wijst daarna. Zegt zijn broer, nou en? Zegt, ja, we moeten zo minnige davenen, we moeten het middaggebed zeggen. En dat kan je niet zeggen in deze situatie. En straks gaat de zon onder. En dan is het te laat. Hebben we ons kans gemist? Daar heb ik van. Dus de broer kijkt hem aan en denkt, ja, eigenlijk heb je gelijk. Maar aan de andere kant, deze halacha, dat je de mincha, dat je mincha niet mag uitspreken in een ruimte waar zo'n emmer zich bevindt, die heb je vaak geleerd. Maar wanneer heb je de kans gehad om die mitzwa te doen? Nooit. Nu krijg je de kans om de mitzwa te doen. Nu geef je gehoor aan deze bijzondere ga. Dus eigenlijk moet je daar blij. Daarom behoorlijk aan de mitzwa om niet te davenen. Nou zegt hij was overtuigd, je hebt gelijk. Ze worden allebei zo enthousiast dat ze beginnen dat ze het nu kunnen doen. Nou, als twee mensen beginnen te dansen en het was een beetje aanstekelijk. En dus al die andere celgenoten beginnen ook te dansen. De bewaker aan de andere kant van de deur, die hoort geluid dat hij niet gewend is. Hij kijkt door het luik, dat is de bedoeling. Dus hij komt binnen en hij roept met een beetje harde stem. Wat is dit nou? Wat is de oorzaak van dit hele opstand? En iedereen wijst naar die twee Joden. En die twee Joden, hij heeft er gewoon niks van. Wat is dit nou? Dus hij, de bewaker, die denkt, oké, ik ga zijn les leren. En hij pakt de emmer weg. En doet de deur. En de broers konden. Maar in ieder geval, maar het punt is, en alleen dat je kan vinden, dat is eigenlijk het doel om te zoeken hoe je simcha kan brengen in je avodat Hashem. Soms is je avodat Hashem en soms is je avodat Hashem inderdaad een dienst zoals het davenen van mensen, zoals het brengen van een offer. Als niet terug te staan, maar het dienen van Hashem is een openlijke link en daar hoort ook enthousiasme bij. Als er een link makkelijk gelegd kan en van Hashem, daar moet je dus met enthousiasme en met simcha doen. En dat geldt dus ook in onze situatie, zoals vaker gezegd. Wij zijn niet in de situatie, het is niet echt kunnen.
En dat we niet mitzvot kunnen doen zoals sommige van de mitzvot kunnen doen zoals we gewend zijn. Maar als dat is wat de halacha ons voorschrijft, dan moeten we dat net zo enthousiast en met blijdschap doen. Prettig voortavond. Skoyer, of Katzman. Skoyer. U weet, morgenochtend, de eerste shiur gaat niet door. Dus pas om 11 uur is de eerste shiur. En u heeft ondertussen ook allemaal de nieuwe mail gekregen voor met het programma van woensdag tot en met vrijdag. Degene die op mijn lijst staat, de rest krijgt van de een plaatselijke rabbijnen. Hoop ik. Koeri. Hi, good evening.